is door de heer Smolders op agenda geplaatst en de heer Kastelein en de heer Van der Lisdonk hebben zich aangemeld als inspreker. En ik wil hun verzoeken om hier plaats te nemen. Reden van agendering is dat en natuurlijk exploitant van de stadsverwarmingsnet en gebruikersvereniging Reeselwarmte een overeenkomst over een afbouw van de aansluitkosten hebben gesloten. De eigenaren van woningen die de kosten al volledig hebben betaald en Reeselwarmte steunen dreigen nu met betrekking tot compensatie van de aansluitkosten buiten de boot te vallen. De mensen van de Reeselwarmte zijn dus niet aanwezig, begrepen. Die zijn onderweg, dus die zullen zo binnenkomen. Ik wil eigenlijk ik wil de insprekers als eerste het woord geven. En u hebt 5 minuten spreektijd. Daarna is het aan de commissie om technische vragen te stellen naar aanleiding van uw inspraak. En daarna gaat de commissie met elkaar in debat. Dus als eerste wil ik graag het woord geven aan de heer Kastelein. Ja. Oh, prima. Meneer Van der Lisdonk gaat als eerste. Goedemorgen, beste college en raadsleden. Ik ben Marco Van der Lisdonk. Ik woon in de Reeshof. Dit is Frank Kastelein, woont ook in de Reeshof. Zoals u wellicht allemaal weet is er de laatste tijd veel onrust in de Reeshof over de stadsverwarming en de kosten daaromtrent. En het recente aanbod van En Natuurlijk en Stichting Reeshofwarmte heeft voor nog meer onrust en verdeeldheid gezorgd. Ik ben een van de bewoners die in 2014 een donatie heeft gedaan aan Stichting Reeshofwarmte. Omdat zij mij aanboden van nou, wij gaan voor u strijden en we gaan het teveel betaalde aan aansluitbijdrage gaan we terughalen. Nu loopt er een rechtszaak tussen En Natuurlijk en Stichting Reeshofwarmte. Alleen de gemeente heeft doen besluiten om hierin te willen bemiddelen. Maar het teveel betaalde aansluitbijdrage in het verleden, daar wordt nu ondertussen geheel niet meer over gesproken. Het lijkt of deze claim van tafel is gehaald. En tevens worden 3200 huishoudens in de oudere delen van de Reeshof, Gezworen Hoek, en de Huibeven, die staan helemaal met vallen tussen wal en schip. Zij lopen niet mee in dit voorstel. Zij krijgen helemaal niets terug. Ik heb zelf bouwgrond bij jullie gekocht in 2008. Ik woon in de wijk Koolhoven en ik heb een koopcontract ontvangen met daarin een kettingbeding dat ik verplicht ben om aan te sluiten op het warmtenet. Dus ik heb daar geen keuze. Ik heb een offerte gekregen van de leverancier van warmte en daarin staat dat ik 2000 euro betaal om aangesloten te worden op het warmtenet. Daarbij wordt nergens vermeld dat ik daarnaast nog 30 jaar aansluit bijdragen of iets moet gaan betalen voor de aansluiting op het warmtenet. Dus dat is mij nooit verteld. De offerte die zaterdagavond bij het programma Kassa werd getoond, dat was mijn offerte voor mijn huis. En de heer Erik Stronk, de directeur van En Natuurlijk, zei desgevraagd ook van ja, ik vind het niet meer dan logisch dat vooraf is verteld dat u naast de eenmalige post ook nog eens 30 jaar moet betalen. Maar dat is mij nooit verteld. Voor mensen die een woning kopen in de Reeshof geldt eigenlijk hetzelfde, want zij kopen een woning inclusief alle nutsvoorzieningen, water, warmte, elektra, dat zit in de vrij op naamprijs. Dus ook die mensen is nooit iets verteld dat zij nog 30 jaar lang moeten betalen. Daarom wil ik heel graag weten hoe het zo kan zijn dat er een rechtszaak loopt en de gemeente of de wethouder wil bemiddelen in deze rechtszaak. Er wordt namelijk door En Natuurlijk gesteld dat iedereen slechts de helft van de aansluitbijdrage betaald heeft bij de koop van de woning. De andere helft wordt over 30 jaar betaald of afgelost. Het is een soort aflossing. En Natuurlijk wijst nu naar de gemeente Tilburg als zijnde, zij hebben 35 jaar geleden dit construct bedacht. Dat zijn we niet wij als En Natuurlijk geweest, maar dat is de gemeente geweest. Zij hebben als aandeelhouder van de energiebedrijf Tilburg, later PNM,
deze constructie bedacht. Deze is goedgekeurd door burgemeester en wethouders. Zou nu de juridische strijd doorgang vinden, dan gaat N natuurlijk naar de gemeente wijzen. Van ja, maar ik voer iets uit wat ik geërfd heb van mijn rechtsvoorgangers. Ik heb dit niet bedacht. Dat heeft de heer Erik Stronk zaterdagavond letterlijk nog bevestigd. Dus N natuurlijk wijst nu naar u. Van ja, maar u heeft dat bedacht, niet ik. Ik voer alleen uit. In 2014 is er al een keer een gesprek geweest tussen wethouders, Stichting Geesthof Warmte en de toenmalige vertegenwoordigers van het warmtebedrijf. En de wethouder stelt op dat moment dat niet op de hoogte te zijn van de afspraken uit het verleden. En het document waar steeds maar naar verwezen werd van de gemeente heeft dit bedacht, dat is er niet of is niet gevonden. Dus daar mag niet meer over gesproken worden tot daar legitimatie voor is dat die afspraken überhaupt ooit gemaakt zijn. Nou, ik heb Stichting Geesthof Warmte een donatie gedaan plus een volmacht, omdat ik graag wil dat een rechter hier uitspraak over doet. Ik wil graag horen van de rechter of die constructie van 30 jaar überhaupt rechtmatig is. En ik wil weten of en natuurlijk of de rechtsvoorgangers nalatig zijn geweest richting mij en alle bewoners in de Geesthof over het feit van dat er verborgen kosten nog doorberekend worden. Kunt u afronden? Ja, ik wil afronden. Dus er zijn twee vragen voor mij. Neemt de gemeente de verantwoordelijkheid ten aanzien van afspraken die zouden zijn gemaakt 30 jaar geleden? Of is het en natuurlijk die nu verzuimt om de bewoners goed te informeren over dat er nog 30 jaar betaald moet worden? En ik ben natuurlijk wel heel benieuwd of dat document van 19 plus minus 1980, waar burgemeesters en wethouders dit besloten hebben, of dat document er is. Want als er dat is, dan zijn we er, denk ik. Dus ik wil graag weten, zijn die afspraken ooit gemaakt? Dankjewel. Dank u wel, dan de heer Kasselen. Okay. Dit was de inspraak. Zijn er vanuit de commissie vragen voor de insprekers? Meneer Smolders. Ja, dank je voorzitter. Ik heb een drietal vragen. Jullie komen hier nu naar het gemeentehuis, want jullie zijn met Geesthof Warmte zeg maar eigenlijk iets aangegaan. Dus jullie voelen je geroepen om hier te komen, omdat jullie het vinden dat de rechtszaak nu is zeg maar onderbroken door de wethouder. Is dat jullie mening? Of anders hadden jullie bij Geesthof Warmte alleen moeten zijn natuurlijk, hè? Want daar hadden jullie natuurlijk een contract mee. Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is er nadat Geesthof Warmte de deal met de wethouder heeft gemaakt op 13 september en gepresenteerd heeft hier op het stadhuis op de tweede etage van BMW, is daarna Geesthof Warmte nog in gesprek gegaan met hun achterban om de vragen en de dingen die er spelen, hè, wat er allemaal wel niet is besproken, om die zeg maar aan jullie uit te leggen. Is er zo'n bijeenkomst geweest? En dan heb ik nog de vraag of in Eindhoven, daar heb je ook zo'nzelfde situatie, of dat ze daar wel door zijn gaan procederen, hè? Dus ook in hoger beroep zijn gegaan, of dat is. En of dat jullie het gevoel hebben dat jullie 200 euro minder gaan betalen in de toekomst. Of dat jullie dat misschien zien als sigaar het eigen doos. Dat zijn de vragen. Oké, nou de antwoord op de eerste vraag. Ik heb een donatie en een volmacht gegeven aan Stichting Geesthof Warmte, omdat zij 2,5 jaar geleden claimden, wij gaan het teveel betaalde terughalen. Dat doen we alleen voor degenen die doneren en hun volmacht geven. Dus sluit je aan bij ons, want dan gaan we voor jullie te werk. We hebben ook jullie financiële bijdrage nodig om überhaupt iets te kunnen betekenen, want dit gaat geld kosten. Nu ligt er een voorstel voor de hele Geesthof minus 3200 woningen die al 30 jaar betaald hebben. Mij is, en dat is al meteen een beetje ook antwoord op vraag 2, mij is als donateur nooit meer gevraagd van, jij was bij het begin, heb je ons gefinancierd en je hebt ons geholpen. Wat vind je daar nu van? Er wordt een voorstel gepresenteerd waar ik me helemaal niet zo lang bij voel. Er klopt iets niet wat mij betreft. Dus vraag op het eerste, of antwoord op het eerste is van nee, er is geen terugkoppeling meer gekomen vanuit Stichting Geesthof Warmte richting de 1300 donateurs. En twee, er klopt iets niet. Ik wil dat de rechter hier een uitspraak over doet. Want het gaat over die 30 jaar constructie. Daar zit de pijn. Hebben we nu te veel betaald of niet? Het
maakt mij in principe niet zoveel uit, want het gaat om 12 euro per maand. Maar ik wil gewoon weten, uit principieel oogpunt, van klopt die constructie en wie heeft die constructie bedacht? Is dat de gemeente inderdaad geweest, want dat zegt er natuurlijk nu. Of is dit ooit bij de PNM of wie dan ook geboren? Wie heeft dit ooit bedacht? De derde vraag, Eindhoven. Ik heb vanochtend nog even gekeken op de site van En Natuurlijk en die verwijst bij de vraag en antwoord naar een stukje uitleg over de aansluitbijdrage. Maar ze geven bij Tilburg, bij Breda en bij Eindhoven drie verschillende uitleggen. Bij Tilburg zeggen ze, dat was de gemeente, wij zijn erfgenamen van deze afspraak. Dus wij voeren gewoon iets uit wat hier in deze Kamer besloten is. In Eindhoven beginnen ze een heel verhaal over rentabiliteit en vermeden kosten van een cv-ketel. En in Breda is het weer een andere uitleg. Ja, het rammelt aan alle kanten en daarom heb ik zoiets, laat de rechter maar uitspraak doen. In Eindhoven gaat men verder, want in Eindhoven heeft de rechter gezegd van oké, de vordering zoals hier nu ligt in de Meerhoven, die keuren we in beginsel af. Maar het construct van 30 jaar, dat klopt niet helemaal. Bewoners zijn niet goed geïnformeerd. Die hadden aan de voorkant geïnformeerd moeten worden wat een aansluiting op warmte daadwerkelijk kost. Dan hadden ze andere afwegingen kunnen maken. Want als ik nu voor mezelf de rekensom maak, dan gaat me deze grap 7.500 euro kosten. 2.000 euro aan de voorkant, 30 jaar betalen, beetje rente, beetje indexering. 7.500 euro. Met die kennis had ik 8 jaar geleden misschien wel een warmtepomp of iets dergelijks genomen. Ik ben niet goed geïnformeerd en dat vinden ze in Eindhoven ook. Dus zij gaan nu verder, procederen. En dat zou ik graag ook willen in Tilburg. Dank u wel. Zijn er nog een andere vragen? Een heel klein ding. De rechtszaak in Eindhoven is niet te vergelijken met die van Tilburg. Als ik nu de uitleg op de site van En Natuurlijk zelf lees, dan geven zij daar zelf een andere invulling aan. In Tilburg verwijzen ze naar de afspraken gemaakt door de gemeente. In Eindhoven hebben ze een heel verhaal over rentabiliteit, vermeden kosten voor een cv, etcetera. Dus zij trekken daar al een verschil in beide rechtszaken. Dank u wel. Meneer Van Beuren.